Kinderen kunnen lastige vragen stellen. En nee, de ambetance is niet waar baby's vandaan komen, maar hoeveel u verdient. Lastige vraag misschien wel, maar wel een heel belangrijke. Waarom moet je aan je kind vertellen hoeveel je verdient? Vanuit de ArtCube in Gent. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Heeft uw kind ooit al eens aan u gevraagd hoeveel u verdient? Of heeft u het misschien ooit al eens aan uw ouders gevraagd? Wel, mocht dat geval zijn, dan gaan volgende antwoorden u misschien wel bekend in de oren klinken. Wel, goh, hoeveel ik verdien? Oh, dat weet ik nu niet zo van buiten horen. Goh, vraag het een andere keer maar eens terug. Of misschien wel, ja, hoeveel ik verdien? Ja, veel te weinig natuurlijk. Al denkt mijn baas daar toch een beetje anders over. Nu, in ieder geval, wij Belgen, wij hebben niet de gewoonte om open over ons loon te praten of over geld in het algemeen. Dat blijft toch nog een klein beetje een taboe. Nochtans is het heel belangrijk om dat taboe te doorbreken. En dat gaan we meteen in dit college doen. Want ik ga u meteen al een vraag stellen. Ik voel al een beetje ongemakkelijkheid bij sommigen in de zaal. Ik beloof u, ik ga braaf zijn vanavond. Ik ga u niet vragen hoeveel u verdient. Maar wat ik u wel wil vragen is, heeft er iemand ooit al eens geldzorgen gehad? En mag gerust uw hand opsteken. Daarachteraan toch al iemand. Daar ook iemand schuchter die dat toegeeft. Daar nog een aantal. Inderdaad, u hoeft zich helemaal niet te schamen. Want men heeft dat ook al eens onderzocht. En bijvoorbeeld bij jongeren tussen 15 en 30 jaar blijkt dat bijna de helft wel eens piekert over geld. En piekeren over geld, ja, dat verschilt natuurlijk van leeftijd tot leeftijd over wat men piekert. Bij 15 tot 19-jarigen gaat het dan vooral zijn over, ja, kan ik dat nieuw kleedje wel kopen? Of heb ik wel genoeg geld voor mijn hobby? Of voor feestjes natuurlijk. Bij 20 tot 30-jarigen wordt het leven al een beetje serieuzer en daar gaat men misschien piekeren over afbetaling van een huis of de huur van een appartement. En ook op latere leeftijd dan stoppen die geldzorgen niet altijd. Want heel wat volwassenen die piekeren over hun pensioen. Men heeft dat ook nagegaan voor de Belgen en blijkt dat 54% van de Belgen er toch niet helemaal gerust op is. Dat het pensioen dat aangeboden zal worden door de overheid voldoende zal zijn. Nochtans, u zou denken, heel wat Belgen piekeren erover, dat we ons allemaal massaal gaan voorbereiden. En dan blijkt dat eigenlijk 44% van de Belgen totaal niet tevreden is over de huidige spaaringsspanningen. Kortom, jong en oud in België die liggen wakker over geldzaken. En je zou er wel eens iets meer willen weten. En om je financieel weerbaarder te maken, is het belangrijk om voldoende financieel geletterd te zijn. Goed, financieel geletterd. Wat betekent dat? Als ik die vraag aan mensen stel, wat is financiële geletterdheid? Dan krijg ik vaak het antwoord, oh, ken het, financiële geletterdheid. Wel, dat is het hebben van voldoende kennis over financiële producten, weten wat een hypotheek is, etc. Maar al te vaak, en dat vind ik toch wel een beetje spijtig, wordt financiële geletterdheid herleid tot financiële kennis. En nochtans is financiële geletterdheid eigenlijk veel meer dan dat. Financiële geletterdheid bestaat eigenlijk uit drie componenten. De eerste is kennis, maar er is ook gedrag en attitudes. Nu, die kennis dat veel mensen automatisch associëren met financiële geletterdheid, ja, dat is belangrijk. Hè. Het is belangrijk om te weten wat bepaalde financiële concepten betekenen. Ja. Hoe bepaalde financiële producten in elkaar zitten. Het is belangrijk om uiteindelijk verstandige beslissingen te nemen. Nu komen we meteen al aan de tweede component. Die kennis omzetten in beslissingen, in gedrag. Want uiteindelijk, kennis op zich is heel steriel als die niet wordt toegepast. En om uiteindelijk financieel welzijn te bereiken en te bevorderen, gaan we natuurlijk ook die kennis in concreet gedrag moeten omzetten. En hoe die omzetting gebeurt van kennis naar gedrag, dat wordt in grote mate bepaald door onze financiële attitudes. Oftewel, hoe we eigenlijk ten opzichte van geld staan. Nu, dat klonk tot hiertoe misschien nog een klein beetje abstract. Dus laat ons het met een concreet voorbeeldje bespreken. En ik ga teruggrijpen naar het pensioen waar ik het zojuist over had. We dromen waarschijnlijk allemaal over een onbezorgde oude dag. Hè? Want nu, in het druk leven dat we hebben als we fulltime werken, hebben we niet altijd de tijd om de leuke dingen in het leven te doen. En we denken, ah ja, als ik later op pensioen ben, dan ga ik eindelijk de tijd hebben om die wereldreis te maken. Of misschien heb ik dan de tijd om eens ruim te gaan eten, op regelmatige basis een fietstochtje doen, etc. Maar één ding moet u wel in het achterhoofd houden.
Je hebt misschien dan wel tijd eens je gepensioneerd bent. Al is dat bij sommige gepensioneerden toch wel relatief, heb ik al gemerkt. Maar goed, u heeft dan wel een beetje meer tijd. Maar ja, u gaat niet meer werken. Dus u krijgt ook geen salaris meer. Op psychologisch, u werkt niet meer, u krijgt niks meer. Nu, gelukkig gaat u tijdens uw carrière, uw hopelijk 45-jarige carrière, als u een volledig pensioen wilt, heel wat pensioenrechten opbouwen. Pensioenrechten die u toegang tegengeven tot het overheidspensioen. Nu, ik weet niet of u al eens de site mypension.be hebt bezocht. Nu, mocht dat nog niet het geval zijn, dan raad ik u toch eens aan om dat te doen. Wat vindt u op die site? Eigenlijk twee dingen. Het is een overheidssite waar u eerst en vooral een indicatie krijgt van wanneer het eindelijk de grote dag is. Wanneer u eindelijk dag baas kan zeggen en uw zetel gaat kunnen gaan zitten. Ja? Nu, voor sommigen, ik zie daar heel wat jonge mensen ook zijn, gaat die dag nog wel ver in de toekomst liggen. En u weet niet wat de regering ondertussen nog beslist, dus die dag kan wel eens een jaartje worden uitgesteld. Verder gaat u daar ook terugvinden hoeveel pensioen u uiteindelijk gaat krijgen. En dan kan u wel eens teleurgesteld zijn, want ik ga u vertellen wat momenteel in België het gemiddelde werknemerspensioen is. Wel, dat gemiddelde schommelt rond de 1200 euro. Als u terugdenkt aan die wereldreis, 1200 euro... Blankenberge zal nog lukken, maar of u nog naar Knokke kan gaan, niet ieder jaar. Dus nu natuurlijk, dat is de gemiddelde. En natuurlijk, als u heel uw leven fulltime werkt, u werkt de volledige 45 jaar, gaat het waarschijnlijk iets meer zijn. Gaat u deeltijds werken en werkt u niet de volle 45 jaar, gaat het iets minder zijn. Hebt u natuurlijk geluk om in een ander statuut te zijn als werknemer, bijvoorbeeld ambtenaar, dan bent u bij de gelukkige, want dan gaat het veel hoger liggen. Zelfstandigen moeten met veel minder doen. Maar kortom, u beseft eigenlijk van kijk, ja, ik ga iets moeten doen. Want als ik op die overheid moet vertrouwen, dan gaan we niet komen. En om nu terug te keren naar het concept van financiële geletterdheid dat ik wilde uitleggen. Wel, u kan perfect de kennis hebben. U kan perfect weten van kijk, dat overheidspensioen, daar ga ik het niet meer rooien. Ik ga iets moeten doen. U kan perfect weten dat er producten bestaan in de financiële markten die u kan aanwenden om uw pensioen te plannen. Maar u moet ook nog effectief de stap zetten. U moet effectief die plannen ten uitvoering brengen. En bij veel mensen blijft het bij plannen, maar het uitvoeren, ja, dat schuiven ze op de lange baan, want het pensioen, goh, dat is nog zo ver weg. En natuurlijk, die plannen vergen ook wel geld. Als u nu geld voor uw pensioen wilt opzij zetten, betekent dat natuurlijk dat u minder nu kan uitgeven. En dat betekent dat u misschien wel eens dat mooie kleedje moet laten liggen. Misschien die nieuwe racefiets niet moet kopen. Of misschien ook dat laatste technische snufje niet moet kopen. Dus dat betekent dat uw financiële attitudes juist moeten zitten. U moet met andere woorden eigenlijk een goede afweging kunnen maken tussen uw financiële verlangens op korte termijn en uw noden op lange termijn. Oké. Nu we weten wat financiële geletterdheid precies inhoudt, gaan we misschien dieper ingaan van hoe geletterd nu we wel zijn. En wat bepaalt of we dan wel hoog dan wel laag geletterd zijn. Nu, globaal genomen is het eigenlijk niet zo goed met de financiële geletterdheid. Maar 33% van de wereldbevolking is voldoende financieel geletterd. Nu, gelukkig in België doen we het toch wel een stukje beter. Op vlak van financiële kennis scoren we 60% van de Belgen haalt daar het minimum. En met het minimum verstaan we eigenlijk dat iemand weet heeft van een aantal financiële concepten, zoals inflatie, risicodiversificatie, het verschil tussen aandelen en obligaties. Natuurlijk heel eenvoudige dingen. En als u weet dat 60% die weet, betekent ook dat 4 op de 10 Belgen er geen weet van hebben. En op attitudes scoren we het nog een stukje slechter, jammer genoeg. Daar is maar 56% van de Belgen die eigenlijk het minimumniveau haalt. Dus eigenlijk mensen die eigenlijk een goede afweging kunnen maken tussen financiële noden op korte termijn en financiële noden op lange termijn. Als we dan naar gedrag gaan kijken, dan blijken de meeste Belgen het wel een stuk beter doen. Want 70% van de Belgen die scoort op financieel gedrag goed. En dat heeft vooral te maken met onze noeste spaarijver en ook met ons voorzichtig financieel gedrag. Nu goed, ik heb u globale cijfers gegeven. Natuurlijk, daar zitten wel individuele verschillen in. En of iemand hoog dan wel laag financieel geletterd is, dat hangt af van een aantal factoren. De eerste kunnen we rustig samenvatten als socio-economische factoren.
Dat heeft bijvoorbeeld te maken met leeftijd of opleidingsniveau of gender. Bijvoorbeeld. Algemeen genomen zal onze financiële geletterdheid laag zijn als we jong zijn. En gaat die toenemen door middel van opvoeding of opleiding die we krijgen of gewoon door de interactie met anderen wat we daarvan leren. Daarnaast gaan we natuurlijk ook genderverschillen vaak zien. En in heel veel studies wordt er aangetoond dat mannen het beter doen op vlak van financiële letterdheid dan vrouwen. Nu, voor de mannen victorie gaan kraaien, ik moet u wel vertellen dat dat eigenlijk enkel maar over kennis gaat. Als we naar gedrag gaan kijken, vinden we juist het omgekeerde. En nog belangrijker, overmoed op vlak van financiële kennis, dat kan nog 10 keer erger zijn. Een andere factor naast de socio-economische factoren is bijvoorbeeld financiële socialisatie. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar dat is eigenlijk iets dat iedereen ondergaat. U krijgt ongetwijfeld, hebt u van thuis uit, een aantal financiële waarden meegekregen. U heeft met uw ouders geïnterageerd en daardoor heeft u bepaalde waarden omtrent geld meegekregen, die u uw hele leven zal meedragen. Wel, dat is financiële socialisatie. Dat is wat we noemen eigenlijk de invloed van financiële geletterdheid op het microniveau. Natuurlijk, vanuit de gezinnen krijg je een bepaalde financiële geletterdheid mee. Gezinnen leven niet in een vacuüm. Die leven binnen een bepaalde cultuur. En we krijgen allemaal via onze cultuur een aantal gewoontes mee. En die gewoontes die gaan we natuurlijk ook verder doorgeven aan onze kinderen. En bij dat culturele aspect zou ik toch nog even willen stilstaan. Laten ons nu 2 westerse landen nemen. België en de Verenigde Staten. Beide westerse landen. Westerse cultuur, maar toch zijn er een aantal verschillen op financiële attitudes, zal ik maar zeggen. Een eerste verschil is bijvoorbeeld op het gebied van krediet. In de Verenigde Staten is het heel gewoon om de kleinste aankopen, zoals in de supermarkt, met je kredietkaart te betalen. In België, wij gebruiken ook kredietkaarten, maar wij gaan toch in de supermarkt iets afwachtend zijn om dat direct te gebruiken. Wij zijn toch iets voorzichtiger en we zullen eerder opteren om contant te betalen, kleine dingen. De VS is dat niet. Verder bijvoorbeeld, we sparen en beleggen. Ja, ik heb het er juist al gezegd, u ziet het spaarvarken hier staan. Dat spaarvarken heeft bij menig van u misschien wel in uw slaapkamer gestaan. Ik heb er vroeger ook zo'n gehad. Wel iets kleiner, ik kreeg weinig zakgeld, dus het moest niet zo groot zijn. Was iets kleiner en u stak er geld in en als dat goed gevuld was, ofwel kon u er iets mee gaan kopen, of u ging met uw ouders naar de bank en dat werd op uw spaarboek gezet. Zo hebben wij leren sparen. In de VS is dat veel minder het geval. Daar leren ze iets minder sparen. Maar wat ze dan wel op jonge leeftijd wel meer gaan leren, is beleggen. Ook beleggen voor hun pensioen veilig te stellen. Dus dat zijn culturele verschillen die eigenlijk toch ook een stuk een invloed hebben op onze financiële geletterdheid. Nu goed, even samenvatten wat we tot hiertoe gezien hebben. We hebben eerst en vooral gezien dat financiële geletterdheid cruciaal is voor het lange termijn financieel welzijn. We hebben gezien dat financiële geletterdheid veel meer is dan kennis alleen, maar ook gedrag en attitudes. En verder hebben we gezien dat financiële geletterdheid kan verschillen tussen personen. Op vlak van socio-economische verschillen of bijvoorbeeld verschillen in financiële socialisatie of culturele verschillen. Okay. Nu, toen ik het er juist over die cultuur had, hebt u misschien gedacht van kijk, ja, als dat cultureel bepaald is, financiële geletterdheid, ja, dan kunnen we daar toch niks aan veranderen. Goh, dat zou ik nu niet zo zeggen. Inderdaad, sommige zaken, zoals financiële attitudes, gaan de nodige tijd vergen. Maar dat betekent niet dat we geen inspanningen moeten leveren. En dat brengt mij bij het laatste deel van mijn college. Ik wil het met u hebben over financiële educatie. Nu, als ik het heb over financiële educatie, dan krijg ik vaak van mensen de vraag, kijk, ja, financiële educatie, ja, wie is daar de belangrijkste acteur? Is dat de school? Zijn dat de ouders? Of hoe zit dat? Wel, en ik antwoord dan Stefans, eigenlijk is het een en-en verhaal. Beide zijn hier belangrijk, zowel de ouders als de school. En laten we misschien even die beide rollen toelichten. Eerst en vooral de ouders. Nou, ik heb het u al verteld, hè? Van jongs af aan krijgt u bepaalde attitudes met betrekking tot geld mee. Die attitudes draagt u vaak uw hele leven mee. Hoe u budgetbeheer bijvoorbeeld door uw ouders leert, hoe dat u thuis ziet, gaat u vaak ook later in uw eigen leven toepassen. Dus heel belangrijk dat ouders van op heel jonge leeftijd bijvoorbeeld aan hun kinderen zakgeld geven zodat ze al voeling krijgen met budgetbeheer bijvoorbeeld.
Verder moet u beseffen als ouder dat u het eerste aanspreekpunt bent voor vragen, ook voor financiële vragen. En het is heel belangrijk dat u dan niet dichtklapt en daar open met uw kind over durft te praten. Want praten werkt. Er wordt om de zoveel jaar in het onderwijs, niet alleen het Vlaams onderwijs, maar ook in vele andere landen, onderzoek gedaan naar de competenties bij 15-jarige jongeren. Dat wordt gedaan voor wiskunde, taal, maar recent ook voor financiële geletterdheid. En wat blijkt nu? Dat bij de jongeren die thuis heel frequent over geld praten, dat die significant hoger scoren op financiële geletterdheid dan anderen waar er veel minder over wordt gepraat. Nu we kort de rol van de ouders hebben toegelicht, zou ik ook graag met u de rol van scholen toelichten. Wel, scholen zijn heel belangrijk wat betreft het verzorgen van een basisgeletterdheid. En die basisgeletterdheid, wel, dat gaat veel meer om op dat moment het verstrekken van kennis. Nee, basisgeletterdheid is belangrijk dan u zou denken. Want als u een bepaalde basiskennis van iets heeft, dan gaat u op de concrete tijdstippen dat u het nodig hebt gemakkelijker en kritischer vragen stellen. En dat is misschien in tegenstelling wat u zou denken. U zou kunnen denken van, okay, dat iemand die heel weinig over iets weet, misschien financiële zaken weet, gemakkelijker aan zijn bankier een aantal vragen gaat stellen. Maar het omgekeerde is waar, blijkt uit onderzoek. Want heel wat mensen, als ze niet veel over financiën weten, dan denken ze maar, ik ga die bankier als hij iets zegt maar zeggen, ja, ja. Want ja, stelt u voor, ik stel een vraag en dat is een domme vraag. Niemand wil dom overkomen, natuurlijk. Dat wilt u vermijden. Dus daarvoor is die basisgeletterdheid ontzettend belangrijk. Verder moeten we ermee rekening houden dat die onderwijs, de financiële educatie, gradueel aanpakt. Want natuurlijk, jongeren evolueren ook. Als u terugdenkt naar uw middelbaar. Ja, u was op 12-jarige totaal verschillend van hoe dat u op uw 18e was. Op uw 12-jarige, op financieel gebied, ja, dan kreeg u misschien uw eerste zakgeld dat u moest gaan beheren. En dan kan budgetbeheer interessant zijn om te doen. Op je 16 jaar ging je misschien je eerste vakantiejob doen. Dan kan het misschien interessant zijn om iets over arbeidscontracten te leren. Terwijl op je 18 jaar, wel, dan gaat u misschien u opmaken om naar de universiteit te gaan, gaat u misschien op kot. En heeft u misschien wat notie nodig over huurcontracten. En hoe dichter die financiële educatie bij de leefwereld van jongeren kan aansluiten, blijkt ook uit onderzoek, hoe effectiever die ook gaat zijn. Dus dat is heel belangrijk. En verder wil ik ook nog een laatste punt toevoegen waarom educatie op school belangrijk is, is de zogenaamde corrigerende rol. Terjuist vertelde ik tegen u dat de ouders een cruciale rol spelen. Maar uit onderzoek blijkt dat natuurlijk niet alle ouders, ja, dat weet u, dat niet alle ouders dezelfde achtergrond hebben. En uit onderzoek blijkt dat, ja, kijk, hoe het opleidingsniveau van ouders dat positief gecorreleerd is met ook de financiële geletterdheid van hun kinderen. En bovendien, ouders met een bepaalde socio-economische achtergrond gaan meer vertrouwen hebben in zichzelf om over financiële geletterdheid met hun kinderen te praten. En om natuurlijk die vicieuze cirkel voor een stukje te kunnen doorbreken, is het belangrijk dat we in ons onderwijs zo breed mogelijk financiële geletterdheid aan zoveel mogelijk jongeren kunnen aanbieden. En dat wordt ook stilaan gedaan. En nu wil ik nog één belangrijke ding zeggen. Want ik heb gezegd, het is een en-en-verhaal. Maar in de meest ideale omstandigheden wordt financiële educatie een wisselwerking tussen zowel de ouders als de school. En hoe gaat die wisselwerking in mijn ideale wereld in zijn werk? Wel, op school leert u als jongere misschien een aantal abstracte concepten voor u. Want ja, kijk, als u nog nooit salaris ontvangen hebt, hebt u nog nooit een gezin gehad, u hebt waarschijnlijk nog nooit een gezinsbudget moeten beheren, ja, dan klomt dat heel abstract voor. Hetzelfde met verzekeringen. Als u nog nooit een verzekering hebt moeten afsluiten, als u niet bewust bent van wat de reële risico's zijn, komt het misschien een beetje abstract voor. Daarom is het heel belangrijk dat leerkrachten ervoor zorgen dat er ook opdrachten zijn waarbij de jongeren over die concepten die op school leren thuis kunnen gaan babbelen. Zo gaan de jongeren niet alleen een concrete invulling krijgen van wat ze op school geleerd hebben, maar gaan ouders ook aan het denken gezet worden. Want als kinderen op school over verzekeringen hebben geleerd, bijvoorbeeld, en wat over- en onderverzekeren is, dan gaan misschien ouders ook gaan nadenken over hun huidige verzekeringsportefeuille. En misschien is het denken van, ja, misschien moeten we daar toch iets werk van maken om een aantal aanpassingen te doen. Oké. Hiermee komen we stilaan aan het einde. Om te eindigen zou ik graag teruggaan naar mijn beginvraag. Waarom moet je aan je kind vertellen hoeveel je verdient? Nu,
Of ik dat exact moet gaan zeggen tegen kind, is iets wat elke ouder voor zich moet gaan uitmaken. Maar wat misschien wel interessant is om te doen, is om toch al een indicatie te geven. Bijvoorbeeld als er een bepaalde grote aankoop wordt gedaan van hoe lang moet u daar nu voor werken? Of voor die vakantie, hoe lang moet u daarvoor sparen? Dat kinderen toch al een kleine notie hebben over wat de waarde van geld is en hoe moeilijk het soms is om dat te verdienen. Maar belangrijker is dat u er thuis open over praat en dat uw financiële educatie een prominente rol heeft in de financiële opvoeding van uw kinderen. Want zoals ik u in dit college heb proberen mee te geven, door uw kind de nodige financiële educatie te gaan geven, gaat u hen een hele voorsprong in hun later volwassen leven geven. Een hele voorsprong doordat ze niet alleen meer kennis hebben, maar ook meer vertrouwen om kritische vragen te stellen op momenten dat u het doet. En op die manier gaat u de financiële zelfredzaamheid van hen verhogen. Ik dank u.